Er is nu een erkenning van institutioneel racisme bij de Belastingdienst. Het heeft heel lang geduurd voordat dat woord er uiteindelijk uitkwam. En er was ook heel veel onderzoek voor nodig. En jij zei dat is een heel belangrijk moment in onze geschiedenis. Ja, alleen toch even, Diana, zeg ik even. Het gaat niet om het onderzoek. Dus het gaat niet om dat daar meer onderzoek voor nodig was. Het gaat om de mindset en het hoofd van onze premier met name, die eigenlijk 1,5-2 jaar geleden zei, ja, ik vind het nog een lastig woord en dat is niet goed voor de discussie en het zet mensen. En op de een of andere manier heeft hij nu, en dat is ook nog met mitsen en maren, zegt hij eigenlijk wel, dat heeft via Marnix van Rij, via de staatssecretaris is gezegd, er is gewoon sprake van institutioneel racisme. En ook 3 weken geleden zei de korpschef Henk van Essen voor het eerst, wij hebben inderdaad een structureel probleem met racisme en discriminatie binnen ons korps. Dus je ziet eigenlijk dat eerst altijd werd afgedaan als incidenten. En het betreft vaak de niet-dominante groep die het overkomt. Ja. En voor die groep is dat lastig. Ja. Die moeten daar tegen knokken. Dus nu komt er schoorvoetend een erkenning. Terwijl dat eigenlijk ook niet meer anders kan met alle feiten die boven tafel komen. En we wisten het. Gerard Bouwman in 2015, ingezonden brief. De topman toen, de baas van Nationale Politie, zei, het gif van racisme en discriminatie sluipt onze organisatie binnen. De eigen topman, die werd natuurlijk verguisd om die reden. Het is niet zozeer dat we het beter moeten onderzoeken. Dat zijn altijd redenen om iets uit te stellen, om nog eens na te kunnen denken. Ik zie, en laat ik daar hoopvol in zijn, ik zie in dit coalitieakkoord wat er ligt, zie ik echt hele goede plannen om een aantal fundamentele ongelijkheden terug te pakken, om te investeren in die recht op het toegang tot het recht, om groepen mensen, het bedrijfsleven iets meer te belasten, de mensen met de kleine portemonnee iets meer te ontzien. En dat zijn gewoon de goede zaken. Ja. En dat maakt die samenleving relaxter. En dat maakt jou ook hoopvol. En toch ben je ook samen met mij aan het denken, waarom komt het dat wij dat in Nederland zo moeilijk vinden? Want ieder land vindt het moeilijk. Hè? Het is altijd moeilijk om te erkennen dat je dingen niet goed hebt gedaan, om verder te komen. Maar waarom vinden wij dat in Nederland extra moeilijk? Waar zit het hem in? Je bent er al jaren mee bezig, net als ik. Dat is voor een deel, heeft dat te maken met het electoraal gewicht wat het heeft. Namelijk op het moment dat je dat erkent, is het natuurlijk gewoon een grote groep die het zelden overkomt. Kijk, het erkennen van institutioneel racisme, dat is eigenlijk ook wel een soort norm neerzetten en zeggen van, joh, we hebben een groot fundamenteel probleem in Nederland. Kijk, Kim Putters zegt, 27% van de Nederlanders heeft last van discriminatie en uitsluiting. Dat betekent 3/4 niet. En als je tegen die 3/4 dan ook zegt, we hebben een probleem met elkaar, dan kost dat je misschien electoraal wel stemmen. He, dus je ziet eigenlijk dat rondom alles wat met racisme en discriminatie, dat is gewoon een lastig fenomeen om dat te erkennen. Het zegt iets over onszelf. Het zegt dat we misschien ook wel gefaald hebben, of groepen mensen te weinig beschermd hebben, of principieel onze standpunten niet goed hebben verdedigd. En het zegt dus ook dat we nog een opgave hebben. En daar lopen mensen graag voor weg. Ja, en dat zegt ook de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Hij vindt ook, met die uitspraken nu van de Belastingdienst, en nou ja, jij benoemt ook wat zaken die ook heel belangrijk zijn, hè, bij de politie. Je ziet gewoon dat het een groot probleem is. Maar hij zegt, de uitspraken van het kabinet, die laten gewoon niet het hele plaatje zien. Hoezo wil het kabinet niet spreken van directe discriminatie? Ja, kijk, dat is ook een fenomeen wat je ziet. Is dat, er wordt dan gezegd, ja, er is institutioneel racisme. En let op, hè, toen Donner het onderzoek deed, een paar jaar geleden in opdracht van de vorige staatssecretaris Menno Snel naar de toeslagen, toen kwam die met institutioneel vooringenomenheid. Ja, ik vond dat ook. Ik vond het briljante zin. Vond het 2 briljante woorden. Hoe lang zijn ze daar op aan het studeren? Ja, geweest, daar waren ze 9. Het was deel 1. Hij heeft 2 rapporten geschreven. Dit was een tussenrapportage na een maand of 5, 6. En toen kwam er in de, ja, ik heb dat debat toen gevoerd. Ik dacht, wat is dit voor flauwekul, jongens? Laten we institutioneel vooringenomenheid. Dus het instituut is vooringenomen over deze mensen en daarom zijn ze slachtoffer. Kijk, dat was ook een manier om het een beetje verzachtend te vertellen, om het een beetje indirect te vertellen. Nu zijn we een stap verder. En ik ben het met de Nationale Coördinator eens dat gewoon veel duidelijker gezegd moet worden. Kijk, je kunt niet zeggen, het heeft zich voorgedaan, maar we weten niet precies wie het gedaan heeft. Dat is ook zoiets raars. Weet je, dus je vindt dat ook in de toeslagenaffaire ambtenaren direct op directe discriminatie, want die hebben uiteindelijk ook systemen bedacht, in ieder geval een deel daarvan. Ja, natuurlijk. En er zijn natuurlijk ook gewoon, het is gewoon ontzettend pijnlijk. Kijk, het doet zo'n pijn, en ik heb het ook zelf ook wel eens meegemaakt, is dat je,
Je kunt niks doen aan je huidskleur, je kunt niks doen aan je voorkomen, je kunt zelfs niks doen aan de manier waarop je opgevoed bent. Hè. Stel dat dat niet helemaal matcht. Hè. En dat een ander je uitsluit om je voorkomen. Het staat er letterlijk. Dus jij komt ergens voor. Je komt voor iemand zijn snuffer staan omdat je een aangifte wil doen. Belastingen gaat het overigens over. Of omdat je een controle hebt. En die ambtenaar achter dat bureau die kijkt jou aan en die denkt, ja, deze meneer heeft het voor, of deze mevrouw heeft het voorkomen van een fraudeur. En die zet je op de lijst. Dat zijn toch mensen die dat gedaan hebben? En ik vind dat, weet je, daarom hou ik wel van het zakenleven. Daar zou dit nooit acceptabel zijn. Dit indirecte geklets van deze staatssecretaris. En let op, daar komt hij binnenkort dan wel weer op terug. Want de vorige keer zei hij, ik zou niet willen spreken van discriminatie. Ja, je weet het nooit. The Big Five.